jongens, waar zijn we aangekomen? Ergens. Bij Tom's Creek. Let's go. We gaan vandaag lekker vissen. Joey, wat hier een meloen? We gaan even vissen. Wat hier een meloen? Wat hier een meloen? Hoe grote vis ga jij vangen, David? Zo één. David, ik ben hier. Hoe grote vis ga jij vangen? Zo groot. Nog groter, G. Wat, hoe grote vis ga jij vangen, Shireen? Zo. Oh, dat is niet meer. Wij zitten helemaal heel. Laten we het even vragen aan papa. Ja, ik ruik er ook. Ik ruik lekker. Ruikt lekker. Hoe groot dat vis gaat invangen? 4,80 meter, weet ik veel. Let's go. Dag lieve mensen, wij zijn vandaag bij Tom's Creek. En wij gaan gezellig een dagje vissen. Zeg even hoi. Hoi. Wat gaan we vangen? Vis. Heel veel vis. Ja, nog wat, hè? Ja. Ik weet niet, wat zit er in deze vijver? We zitten in de avonturenvijver. De avonturenvijver, inderdaad. En wat kunnen we in de avonturenvijver allemaal vangen? Steur. Ik weet niet of mensen weten wat een steur is. Ik zag net iemand had een brazen, maar kijk. Oh, kijk. Ik heb bubbels. Hey. Ik heb bubbels. Oh, kijk, hij heeft beet. Laat hem even gaan. Ja. Shireen heeft een vis. Ja, laat hem maar terugkomen. Oh. Ja, dit is een pittige. Oh my god. Trek hem omhoog. Ja. Wat is het? Oh mijn god. Oh, oh ja. Davy wordt ges. Hey, doe mij zo. Hey. Ja, achter zijn vinnen. En dan één hand op zijn kont. Hier? Ja. Doe. En niet te hoog staan, blijf gehurkt, want als ze vallen is niet fijn voor de beest. Hier, die hand. Zo. Zo. Gently. Ja. Oh my god. Hier is de vis. Wat is dat? Ga goed zitten, ga goed staan. Dit is een les. Ja, hou hem recht. Oké, dan ga ik hem weer in het water laten. Nee, nee! Waarom niet? Waarom niet? Jawel, dat moet. Waarom? Daarom. Jij kan hem zo meteen vangen. Lekker. Linker. Wat zo? Draaien. Ja. Rustig. Oh, snel, hij gaat er vandoor. Zo! Ik weet het niet. Ik heb niet zo lang. Ja. Nee. Net. Ja. Pak het net, Ace. Ren voor je leven. Stom, oké. Dat doe jij dit. Dan moet je doen. Ik pak de mat. Zo. Dit is echt een gevecht, hè? Ja, dit is een jeetje. Dit noem je een. Ik ben nat. Ja, kijk. Oh, vis! Ja. Oh, ik heb hem! Jee! Okay, je eerste vis, Bentley! Ja, mijn eerste vis! Zo, Bentley, wat een joekel heb jij gevangen? Hij is vecht. Zo. Zo, wat is het? Het is een steur. Het is weer hetzelfde als met jij, hoor. Oh ja, ik zie het. Oeh, deze is groot. Deze is wild. Deze kan er. Hey, help even iemand of zo. Eens. Wat heb ik bedoeld? Ja, ik kom maar los. Hier komt die caviar. Moet je niet smekken, hè? Cheese, goed zo. Oké, terug het water. Doei, visje. Doei. Visje. Train. Bentley. Ja? Wat vind je ervan dat ik een vis heb gevangen? Mooi. Mooi? Je hebt de grootste, hè, tot nu toe? Ja. Ja. Wilde je hem niet vasthouden? Mm. Nee. Vond je dat nog een beetje spannend? Ja. Volgende keer? Ga je hem dan aaien als je er nog een vangt? In ieder geval even aanraken met je vinger. Ja. Oké. Ja, draaien. Haha, lekker bezig. Voel je nog iets? Nee. Ah, te hard getrokken. Ees, heb jij al wat gevangen? Nee. Wat ik maar heb gevangen. Nee. Wat vond je van je vis? Ja, lijp. De eerste. Maar ik was wel een beetje in paniek, hoor. Ja, Ees was vet groot. Waar is jouw dobber dan? Van mij ligt niet daar. Hey, Ees, als je een vis vangt, ga je hem dan wel zelf vasthouden?
Dat weet ik niet. Schat, toppertje. We hebben al 2 visjes gevangen. Ja. Maar dat smaakt naar meer. Maar wat hadden we nu? 2 keer? Oh. Kijk, dat is hoe je werkt. Hé, hey, schat. Hè? Die 2 die we hebben gevangen, hoe heette die ook alweer? Steuren. Hey. Steuren. Dus nu wordt het tijd wel voor een andere. Nou, de steuren zijn de grootste vissen. Dus... Oh, ja, dat weet ik niet. Ik heb niet zoveel verstand van vissen. Ees! Waar is hij? Oh, jammer. Oh. Stuk getrokken. Of niet? Nee. Oh, jammer. Jammer, man. Ik kwam net aanrennen met een net. Ik denk, ja! We gaan hem vangen! Maar nee. Heb je beet, Ja. Nee, ik heb geen vis. Hij is sterk, man. Kijk, nu komt hij eens naar beneden met dat ding. Ja, goed zo! Yay! Eindelijke vis! Lekker! We hadden het er net over, wij vangen Nick. Wie de grootste vis hebt, die. Nou, dat is Bentley nog hoor, deze is niet groter dan die van jou. Ik ben de winnaar, want niemand gaat die zo grote krijgen als mijn. Hij springt, dus dan springt hij water in. Dan moet je hem eruit tillen, dat hij op de mat komt, dus ik zo. Zo? Ja. Mag ik hem aaien? Ja, aaien. Zo, heel rustig zo. Kom maar. Kan je een foto maken? En, wat vond je ervan? Je hebt er eindelijk één gevangen. Vind je deze stick? Lekker hoor. We hebben weer een vis hoor. En hij zit aan 2 haken vast. Bentley weer hè? Ja. Dan moet ik even goed kijken. Oh, zo. Hij smekt hier gewoon. Chinees zit hem lekker even te aaien. Oh. Bentley, ga je hem aaien? Dat is jouw vis, hè? Bentley, wat vind je ervan? Mooi, iedereen heeft 1 en ik 2. Ja, jij hebt er gewoon 2, hè? Kom op, aaien, schat. Oh. Wil je hem vasthouden? Nee. Jawel, joh, dat kan jij wel. Ze heeft eindelijk beet. Lekker bezig. Woep, woep. Bentley? Bentley, ga eens nu hem net pakken. Oeh, dit is sterk. Nee. Kijk. Pak even ook het matje. Heb je sterk? Hoor eens. Zo los, man. Ah, echt? Ja, hij ging zo hard. Oh nee. Hij is er nog. Kom op, draaien, schat. Eens. Hij trekt als een man. Ik weet niet wat ze aan de lijn heeft, maar waar is het? Hoor dan. Kom trekken. Jezus. Die hengel is nog net niet kapot, man. Ah, dit is een meervol. Dat die hengel nog houdt. Hé? Nee. Zit je niet ergens gewoon aan vast of zo? Ja, maar je lijntje blijft ook lopen. Ja, omdat als ik hem nu te ver aanspan, ben je hem, gaat hij knappen, ben je hem kwijt. Sorry dat ik hem even openneem, maar dit is wel een heftige. Deze had mij gewoon het water in getrokken. Had je gewoon ergens daar gelegen? Je bent al 5 minuten bezig, besef. 5 minuten voor 1 vis. Nee, je zit erin vast. Nee, ik zit erin. Jawel. Nee, hij zit erin. Ja, je lijn is stuk of niet? Nee. Ik schrok ook. Je hebt de slip iets dichter gegooid. Wel klein beetje. Je draaien, schat. Dit is echt niet normaal. Ik zie hem ook. Ik ook niet. Gaat hij weer? Heel niet hoor. Hey! Wow! Ik zag het niet. Nu, doe hem erin! Ja, go! Wow. Oh my god! Nee, hij zit er nog niet in. Kom op, Ace. Ja, lopen. Ja, hij zit erin. Oh mijn god. Wat een ding. Ace, hoe voelt het nou? Eindelijk een vis! Ik heb hem voor je binnenkant, maar hij is jouw vis. Hij staat toch voor. Deze staat toch voor. Hoezo sta jij voor? Omdat ik 2 vissen heb. Ja. Wow, even zonder grap. Maar je zus heeft wel de grootste. Zonder grap deze. Okay, echt een joekel. Ik dacht dat ik hem vast, maar deze is zo groot.
Jeetje, wat een ding, hè? Niet normaal. Bentley, heb je vis? Ja. Woe! Goed zo. Rustig, rustig, wachten. Oh, hij gaat hier. Goed zo, rustig, Bentley. Ja, trekken. Ja. Draaien. Goed zo, daar komt ie. Ja. Ik heb dezelfde. Sirena heeft hem. Nee, het was Bentley zijn. Oh, nee, Bentley. Wat vind je hiervan? Toppertje. Ja. Ik sta er helemaal voor. Wat vind je ervan? Goed. Ja? Ja, ik heb de derde vis. De derde vis al, hè? Ja. Ben jij de beste visser van de wereld? Ja. Ja. Ga je hem ook vasthouden dit keer? Ja, nu moet je wel. 3 keer is geven. Ja. Jongens. Bentley. Voor de 5e keer al beet. Dit heeft al zijn 5e vis. Of is dit zijn derde? Nee, 4e. Zijn 4e vis, maar hij heeft al 5 keer beet. 5 keer beet, 4e vis. Vet cool, hè? Ik denk dat Bentley de beste visser ooit is. Ja. Ja, ja, ik ben hier. Moet ik anders even binnenhalen? Ik kan niet draaien, hij draait niet meer. Ja, hij is zo sterk. Ja, even wachten. Ik denk dat het zelf. Kijk, het is een techniek. Er zit spin op. Dus op het moment dat hij speling geeft, dan doe je het draaien. Je geeft hem even een ruk zo. En dan draai. Oké, ik kan daar niet voor in. Oh, daar is de vis. Bro, hij is niet groot. Trek hem. Ja. Ik heb een 4e vis. Yeah. Pas op dat die haak niet in je eigen vinger gaat, hè. Pak even wat water. Ja, waar is ja, die beter? Oh. Ja. Eeuw. Davy heeft een meerval. Nou, komt hij aan? Ik dacht al. Mooi vis hier, sorry. Hoe maak ik hem vast? Zo slecht. Ja, ga maar omhaken. Doe dat. Hij heeft scherpe tandjes, dus haal daar rekening mee. Doe jij dat dan lekker, joh? Ja, doe jij het zelf. Jij hebt hem gevangen, hè? Ja. Oh, wat heeft Asia? Heb je gewoon een meerval? Ja! Ah. Rustig, hè? Rustig, rustig. Is een sterke. Niet dat water in, hè? Ja, rustig aan. Je hebt een slip, dus... Het gaat goed, het gaat goed. Gewoon blijven bewegen, blijven bewegen. Oh, het is gewoon een steur, man. Oh. Hè? Hè? Met je visie? Ja. Oh, grappig. Maakt niet uit, maar het was een hell of a fight. Ja. En je hebt hem voor het grootste gedeelte zelf gedaan. Ja. Tijdens het eten. Jongen, man. Ja, we waren lekker aan het avondeten. En ineens heeft ze een bekertje pakken? Atlantische steur. Kijk eens, hij is wel een mooie. Mooi dingetje. Ja, hou vast dan. Ja, pak het ding eruit. Druk hem op de grond. Ah. Dus kan je dit met je nacht? Moet ik het even doen? Wil je die tang hebben anders? Ja. Ja, lukt. Moet ik het even doen? Ik heb hem. Ja. Ik denk erachter. Je kan je nu een officiële visser bestempelen. Ja, je... En hoe was dat nou? Hoe voelde dat nou om een steur te vangen? Nee, niet zo dichtbij. Vet cool, ik heb er al één gevangen. Hey, ja, oké. Okay. Maar nu heb ik hem echt. Maar nu ben je killer. Ja, ik vind het heel vies, want nu ga je eten. Ja, ja, dit is wel een dingetje. Je kan je handen wassen bij. Er zit een schip op Utrecht. Ja, lekker man. Ja, maar nu heb ik mijn handen gespoeld. Ja, word je niet ziek van? Zo, dit is zeker geen. Zo! Kijk eens, Bentley heeft weer een vis. Kom, Bentley. Kom, pak een ding, hoe heet het? Pak dit. Oh! Oh! Hij breekt het hele. Hij breekt gewoon af. Oh man. Man. Zonde, schat, had je er bijna weer één. Ja. Ja, en hij trok hem gewoon kapot. Hij trok gewoon zijn je dingen kapot. En nu heb ik een heel klein touw. Jouw ding. Nou, het punt van het verhaal wat ik wilde doen was eigenlijk dat we een, best wel een energieke dag achter de rug hebben. Gebroken. Maar ja, dat horen jullie altijd van mij. Ja, maar we zijn nu al 9 uurtjes hier. We zijn nu wel al lang aan het vissen. We hebben wel lekker gegeten. Je kan hier gewoon
terwijl je aan het water zit, heb je gewoon een QR-code. Die kan je scannen. Kan je gewoon lekker eten bestellen. Ja, ik heb gewoon drie kapotte hengels. Ja, ja. We hebben de lijntjes en de dobbers hebben we ook versleten. Dat gaat rap hier zo. De vissen zijn ontzettend sterk. Ik wilde eigenlijk Benty's hengel laten zien. We hadden een nieuwe Benty voor hem gekocht. Een nieuwe hengel voor hem gekocht. En dit is hem, hè? Ja. De Amsterdam Special. Het heeft je wel geluk gebracht, want je hebt hoeveel vissen gevangen? Vier. En zes aanbeten. En hoeveel had je er nou? Je had hoeveel steuren? Twee steuren? Eén steuren. En één meerval. En één meerval. Ja. Nou, meerval vangen is sowieso moeilijk, bijzonder, lastig. Rustig. Niet te hard. Oké. Kijk, hij heeft er weer een. Zo. Kijk, daar gaat hij weer. Hoor eens. Hey, de mijne is ook onder water. Oh shit, ga maar. Daar toch? Go. Oh nee. Ja, dit is een mooie drill. Wat is het? Wat heb je? Wow! Zo, ja, trek nou maar! Ik trek! Hier! Juist, kijk, dat is hoe je dat doet. Klaar. Ja, netjes. Netjes gedaan, jongens. Jullie worden gewoon ervaren ook, hè, hier zo. Kijk eens. Kletsertje weer, hoor. Jezus! Wat de hel. Hoe groot is deze, denk ik? Ja, wat denk je? Het kan alleen als hij eruit is. Ik denk 1-10. Ja, dat wou ik ook zeggen. 1-10? Ja. Die moet hem even eruit tillen. Ja. Dit is nummer... Oh. Yes. Dit is mijn nummer 3. Mijn nummer 3. Hoe lang is hij dan? Ja, wacht dan. Ik heb hem pas. Jezus. Weer 45, dus 90. 1 meter. Ja, 1 meter. Vis van een meter, jongens. Nou. Oh, Dani. Nice. Ja? Ja. Nou, hoeveel had jij er ook weer, Sijsje? Ik heb er maar één gevangen. Ik begon als eerst met de 1. Ja. Ik was de eerste die er één ving. En daarna was ik klaar. Ja. Ik heb er daarna geen 1 meer gevangen. Maar dat maakt niet uit. Sjeree, doe je mond open. We vangen met z'n allen. Dat is het mooie ervan. Ja, ik heb wel een paar keer beet gehad. Maar ja. Ja, misschien sluit jij met een mooie af nog. Oké, maar Sjeree, vertel eens wat over je apparatuur. Want jij hebt een... Ik heb een speciale hengel. Wel heel speciale hengel, hè? Ja, want mijn hengel, dat is de hengel van mijn opa. En die leeft niet meer. En dat was het, ja. Nou, volgens je moeder zou hij het heel leuk gevonden hebben. Ja. Dat jij nu vandaag de dag echt, nog een oude echt een oude visser. Molen. Ja, echt een vissertje. Ja. Kijk, hij vond het super leuk om altijd te vissen. Ja. Hij deed het ook echt heel vaak. Waar heb je dat kleine dingetje? Dus hebben we toch nog iets ter herinnering aan mijn opa. Het is David de Veersman. Ja. Dat is een zesde. Laatste visie, jongens. Hebben we nog even. Heeft Serena nog even. Gecatcht. Toch nog twee op het laatste moment. Hallo, wij zijn net thuis gekomen van het vissenavond. Van het vissen? Nee, van het visavontuur bedoel je. Oh ja. Ja. En hoeveel vissen heb jij gevangen? 4. En mama 2. En papa? Geen. Oh ja. Papa heeft ons deze tijd geholpen. En jij? Ik heb er gewoon 6 gevangen. En jij heeft? Ik 2. 2, net zoals ik. Mocht je bedenken van, hey, dit vinden we nou leuk, we willen ook een dagje vissen, doe vooral niet je beste kleding aan, want je wordt ontzettend vies, nat, slijm. Je stinkt. Oh, nee, ik wil niet ruiken. Ik ga gelijk douchen en lekker naar bed. Nee. Ik heb stink aan. Vond je dit nou leuk? Wil je meer zien? Thumbs up, duimpje omhoog, geef een like en subscribe.